Ik vond het zelf een heel goed en leuk idee. En het is ook gewoon leuk voor de wijk om nu ineens te zien dat als mensen langs rijden, dat ze ineens een kerstboom zien staan hier die helemaal versierd is. Op de Groene Laan in Schiedam-Zuid staat vanaf nu een kerstboom. Deze boom is versierd door kinderen uit de wijk. Buurtbewoners hebben het project opgezet en de kinderen opgeroepen om te komen helpen. Door de corona kon de laatste tijd kan je niet zoveel dingen buiten doen of 's avonds weg of wat dan ook. En ik dacht, ja, ik ga met de kinderen uit de wijk ga ik het versieren. Hebben hun ook wat leuks en ze mogen aan het einde mogen ze de naam erin hangen met telefoonnummer. En dan worden ze volgende week gebeld en dan krijgen ze een cadeautje. Hoeveel kinderen heb je geteld? Ongeveer 30 of 20. Waarom is het belangrijk dat er in deze buurt zoveel georganiseerd wordt? Ja, het is echt een volksbuurt. Iedereen, het is altijd goedemorgen, goedemiddag als je buiten zit. Iedereen komt een drankje doen of een bakje doen. Als er wat is, je kan bij iedereen aanbellen en ja, daar ook van. Ze worden volgende week gebeld. Ik ga vanavond wel even de zekerheid alle lintjes eruit halen. En dan ga ik ze volgende week allemaal bellen, volgende week woensdag. En dan kunnen ze allemaal de cadeautje opkomen halen. Niet alleen dit project is georganiseerd in de wijk. Het hele jaar door zijn er verschillende projecten geweest. En dit was zeker ook niet het laatste. Kan je een voorbeeld noemen van het leukste ding wat je afgelopen jaar hebt gedaan? Ja, met Koningsdag hebben we uit school ook hebben gedaan dat we de vloer moesten stoep krijten. En wie er dan won, die kreeg een cadeaubon of zo. En Halloween. En Halloween hebben we ook gedaan. We hebben de hele wijk zeg maar eng gemaakt. En sommige mensen hadden of zo daar zo bij een poort hadden ze een hele tent opgezet en hadden we allemaal enge mensen neergezet. Met kerstavond is de kerstmannenjacht. Dan krijg je een strippenkaart ophalen bij de Leliestraat. En dan staan er in de Groene Laan allemaal kerstmannen en kerstvrouwen verstopt. En dan moet je een woord dan uit. Hun hebben allemaal letters, daar kun je een woord van maken en dan kun je ook een prijs winnen. We doen gewoon heel vaak leuke dingen wel.